Oké. Moet je niet gaan lachen, dan moet ik allemaal onderuit moeten. Ja, zijn we weer. Kraag en Daring deel 15. Aha, 15. Mocht je dingen afvragen, kijk deel 14. Vandaag hebben we een benam. Hebben jullie al gezien? Zie je deeltje 12 uit mijn hoofd? 13, 12. Wacht, we zoeken het wel even op. Deeltje 13 even kijken, staat er heel mooi in. We gaan patat maken, deeltje 8 of deeltje 12. Kan er heel mooi voor kijken. En we gaan Arjan's vieze vette vatsige salade maken. Je kan er alles van zeggen wat je wil, maar het is dat er sla in zit, dat maakt het een salade. Maar voor de rest wel vreselijk lekker, maar plezier en dan beginnen. Je weet wat er gaat komen. Ingrediënten. Spekjes. Auw. Pijnboompitten. Bonbonpitten. Aardappelen. Kak. Paprika. Witte en rode. Champignon. Sla. Sla. Rucola. Ananas. Oké. Nee, geintje doe ik niet. Pan, spek, wacht. Pak aan, zak. Vrees mijn schaar. Bakken. Aha! Bakken bij je spek. Champignon. Bij je spek en je ui. Bakje met de zeep. Je gebakken spekjes. Laat je uitlekken, want dat vet gaan we later nog gebruiken. Radijsjes. Paprika. Tomato. Hakken. Snijplank. Midden eruit halen. Is niet lekker. Is hard. Bak. Next. Paprika. Kom er. Zoveel ongeveer. Zaadlijst eruit schrapen. Anders krijg je een hele kleve salade. Ibak. Radijsjes. Witte radijsjes. Rode radijsjes, witte radijsjes. Voor je varken. Kontje eraf. Kopje eraf. De radijs. Hele dunne plakjes. Mengen. Lepel. Je spekjes en je uitjes en je champignonnetjes. Niet heel veel natuurlijk. Roer in. Zet je even opzij. Peper. Mayonaise. Frietsaus. Ah, whatever. Mayonaise. Olijfolie. Vork. Ja, tot het enige geladen emulsie is. Ja, lekker. Oh. Sla. Gieten. Sla. Niet te veel, want anders wordt het veel te gezond. Rucola. Roer dat lekker door elkander. Pijnboompitjes. Bonbonpitjes. Roer, hè. Een salade. Frituur. Bam. Eet niet te veel frituur. Want van frituur krijg je een vatzig figuur. Patat. Vraag je nou af hoe je deze patat maakt. Kijk even de deel. Patat. Vraag je je nou af hoe maak ik deze patat? Kijk even naar deeltje 8 of deeltje 12. Dan leg ik uit hoe je deze patat maakt. Je kan hem gewoon voorbakken. Gooi hem in de vriezer in een zakkie. Hop, ik ga hem laten gebruiken. Zoals deze. Bam. En dit is het vet wat van je spek is gekomen. Fikken. Een prachtige beenham. Oh ja, deze beenham is al voorgegaard in de sous-vide. Wil je dat nou zien? Kijk even naar deeltje 13 hoe je dat doet. Het vet is 180 graden. Haak je vlieg erbij. Een beenham. Zakje. Zakpatat. Frietjes,
Is mooi. Bordje. Steekring. Champignonsaus. Een beetje van de spekjes zo erover. Kloddertje mayo ook. Voor je friet. Trek een ringetje eraf. Benam. Medaillonsalade. En verse frietjes. Eet smakelijk.